Die sound is voor mij, niet alleen voor mij, maar ook, ook voor Fix, is dat gewoon de... Ja, daar is mee begonnen, daar is mee geboren, zeg maar. En toen hebben we eigenlijk een beetje de punt erachter gezet. Heb ik ook wel eens gekocht, mijn studio verkocht. Het label Fix weer een nieuw leven in te gaan blazen. Welkom bij deel 3 van Rave Classic. Ik ben in de studio geweest bij DJ E-Rush, beter bekend van deze track. In dit interview vertelt hij waar het allemaal begonnen is in Parkzicht. Hij vertelt ook hoe het label Fix is gestart. Hij vertelt ook een gedeelte over de toekomst van Fix. En laat hij ook even horen waar zijn inspiratie vandaan kwam. Of beter gezegd, wie zijn inspiratie was. De eerste vraag die ik hem ga stellen is waar zijn liefde voor muziek vandaan komt. Dat gaat best wel ver terug. Toen ik een jaar of drie was, zat ik eigenlijk al... Achter de radio en een beetje te spelen alsof ik in de discotheek aan het werk was of wel op een radiostation aan het rijden was. Dus eigenlijk altijd al een beetje aan het kloten geweest met muziek en dat soort dingetjes. Dus dat zit er eigenlijk al vanaf jongs af aan in. Later als je wel dan een klein beetje ouder wordt dan... Kreeg je ook wat meer geld om wat betere spulletjes te kopen. En toen kreeg je de tijd van de cassettebandjes aan elkaar plakken. Vroeger hadden we Ben Liberant, s'nachts in de mix. En dus dat gingen we dan nadoen. Daar praat ik over toen ik een jaar of 12 was of zo. Dus dat is al 41 jaar geleden, als ik zo even snel reken. Eigenlijk zijn we altijd al wel bezig geweest met muziek of wat daarmee te maken heeft. En dat is zo doorgegroeid naar bij een radiostation gaan werken. Want ook natuurlijk nog heel jong was, had ik een heel licht stemmetje en mocht ik alleen maar non-stop draaien. En toen is dat later, als je dan buiten je keel krijgt, dan krijg je ook iets meer volume in je stem. Toen zijn we gaan werken bij Free Radio Rotterdam, piratenzenders. Dat is een beetje de slam van toen in die tijd. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen en dan... Dan zei ik, het liefste voor muziek zit eigenlijk al vanaf het begin af aan. Vanaf de geboorte eigenlijk al in. Hoe ben jij uiteindelijk in de hardcore scene terechtgekomen? Ja, dat is een heel wazig verhaal. Ik draaide zelf als huis-dj in Club Rio, wat Karel Dormans daar. Dat was een discotheek die 24 uur per dag open was, 5 dagen in de week. En ik draaide daar op vrijdagavond, als ik het goed heb, want dat is natuurlijk al heel lang geleden, vrijdagavond, zondag ochtends en volgens mij maandag 's avonds. Maar dat was in de tijd van begin jaren 80, zeg maar. En zo had je nog echt geen house. House was er wel aan het aankomen. Je had een beetje de hip house, begon eraan te komen. Toen stonden we in de platenzaak, was er toen maar één van. Toen had je niet de Midtowns en de Freaky Records en de Stars of Vibes en noem ze allemaal op. Toen had je eigenlijk alleen maar Hot Sound op de Pleinweg. En daar stonden plaatjes uit te zoeken. En er was een feestje in Parkzicht, Rotterdam. En daarbij kreeg ik de vraag hoe we house plaatjes ik thuis had. Rob stond ook plaatjes te kijken en ik zei, nou, ik denk dat ik er een stuk op 15 heb. En Rob die had er ook zoveel en Paul die had er net even iets meer. Dus toen zijn we in Parkzicht, als je dan de eerste houseavond, en ik kan me eigenlijk nog herinneren dat de plaatjes toen, 20 keer op een avond dezelfde plaats gedraaid werd. Omdat we hadden gewoon niet meer muziek. Meer muziek was er niet. En dan praat ik over 88, 89. En je had Humanoid, had je, en je had een plaatje met Essie, heette dat plaatje. En ik denk dat die twee plaatjes, ik denk dat die wel 20 keer op die avond gedraaid zijn. Dus. Maar de mensen die gingen helemaal uit de bol. En dat was natuurlijk ook een hele andere tijd, met een hele andere mentaliteit. En het zwembad achterin in Parkzicht, over die tijd praat ik nog. En dat was gewoon echt een tijd van... plezier, liefde en alles was mooi en het bleek wel of heel Parkzicht bestond uit bloemetjes.
En alleen omdat wij natuurlijk altijd dat tot het laatste moment bleven tot licht aangaat. Toen kon je eigenlijk pas zien hoe lelijk Park zich eigenlijk van binnen was. En wij dachten natuurlijk door bepaalde middeltjes dat dat veel mooier was als dat eruit zag. Maar nee, zo is eigenlijk een beetje de house voor mij begonnen. Toen gingen we de jaren 90 in. Ik ging altijd mijn plaatjes halen bij Dance Department in Sethovenbos. Alleen de eigenares Sally van Dance Department, die had niet echt openingstijden. Die was eigenlijk open wanneer Sally zin had en nuchter was en ook wat centjes had om platen te kopen. Dus dat was heel vaak voor de deur staan en eigenlijk niks kunnen kopen. En ja, wij moesten toch het weekend draaien, dus ik baalde daar best wel van. En ik reed op een gegeven moment naar huis en ben ik binnen thuis. Toen ik thuis aangekomen ben, heb ik toen tegen mijn vrouw gezegd, Julia, ik ga naar je platenzaak beginnen. En die zat me aan te kijken of water zou branden, want hij had echt zijn eigen platenzaak beginnen. Dat kent ook niet zomaar. Maar ik had natuurlijk hier en daar wat contact in Rotterdam. En ook de eigenaren van Midtown kende ik toen, René Bak en Hans Tielemans. En dus ik heb Hans opgebouwd. Ik zei, Hans, ik ga eigen platenzaak beginnen, mag ik bij jou plaatjes kopen? En Hans die schoot in de lach en die zei, ja, nee, natuurlijk, Ketter, zet het serieus mee, mag jij bij mij plaatjes kopen? Dus zo gezegd, zo gedaan, afspraak gemaakt met Hans. Naar Midtown, die zaten toen op de Horensbocht, geloof ik, distributiecentrum nog. Dus later zijn ze naar de grote hal verhuisd, maar dat was toen nog het echt ook nog voor Midtown het begin. Zijn we Stars of Vibes begonnen, ik samen met Julia. En toen begon de hardcore, de happy hardcore in 92. En toen ging het helemaal los. We deden zelf een feest organiseren, we hadden de winkel. We organiseerden zelfs in Broadway, discotheek in de Erp, Carte Blanche in Weert, Nederweert. De Goldfinger in Rosmalen. En toen werd het echt best wel druk in de weekenden met boekingen. Zeg maar tussen de 15 en 10 boekingen per weekend. We stonden in elke feestje, in elk hoekje, elk dorpscafeetje, noem het maar op. Dus dat was een hele mooie tijd. Pak een beetje tot 96 heb ik de winkel gehad. En toen kreeg ik een aanbod van Hans Tieleman, want die zag natuurlijk het aantal platen dat wij verkochten, omdat wij bij hem natuurlijk de inkoop deden. Die had interesse in Stars of Vibes en voor mij was eigenlijk altijd alleen maar de liefde voor muziek en eigenlijk het geld was voor mij niet zo belangrijk, want het was eigenlijk allemaal maar een bijzaak en het ging mij echt gewoon om het draaien en de respons van de mensen daarvan te krijgen en de liefde voor muziek, zeg maar. Dus heb ik de Stars of Vibes gekocht van Hans, ben ik heel even zelf bij Midtown gaan werken. Ze hadden toen zo'n grote superstore in Eindhoven. Daar was ik dan tussen aanhalingstekens steeds die bedrijfsleider. Dat was voor mij niet echt iets waarvoor ik maar echt mijn medische energie in kwijt kon. Het was ook een beetje op het einde van de hardcore, 97, 98. Nogmaals, omdat we toen best wel een rumoerige tijd mee hebben gemaakt, was mijn vrouw, die was er toen destijds ook een beetje zat. En die zei toen van, joh, laten we eens kijken of we een ander leven kunnen gaan leven. Want ik zie je donderdags ochtends weggaan en ik zie je dinsdags ochtends een keer terugkomen. Mijn vrouw raakte zwanger van onze dochter Demi. Dus toen ben ik eigenlijk een klein stapje terug gaan doen. En al die kleine feestjes afgezegd. En het echte laatste grote feest dat ik toen gedraaid heb is meegegeven geweest in 98. En toen hebben we eigenlijk een beetje de punt erachter gezet. Heb ik ook wel eens verkocht, mijn studio verkocht. Heel veel van mijn platen verkocht waar ik nou verschrikkelijk veel spijt van heb natuurlijk. En dan het leven gaan leiden en dat is eigenlijk een beetje in een klein cyclusje. Het begin van de house en het voor mij ook het einde van de house gelijk. Je bent eigenlijk begonnen als DJ. Wanneer is dan dat produceren begonnen? Hoe is dat ontstaan? Ja, omdat je natuurlijk in die tijd was het... Je wou natuurlijk ook op die grote feesten staan. Hè? Het was in het begin, zeg maar, toen wij net Stars of Vibes hadden. Hadden wij een hele grote kelder onder de winkel. We zaten in een oud gebouw van de ABN AMRO Bank. En daar zat onder de winkel een hele grote ruimte waar vroeger de kluis in had gestaan. Maar we konden niet echt iets met die ruimte doen voor de winkel. Omdat dat natuurlijk heel erg onoverzichtelijk was.
Dus toen kwam ik tot het idee om een studio te kopen. En ik weet ook nog precies hoe dat gegaan is. Ik ben toen naar een bedrijf gegaan in Gorinchem en ik zei, ik wil een studio hebben. En ik wil muziek maken. Maar ik wist maar goed niet wat ik nodig had. Ik heb toen in één keer een studio gekocht. Dat was toen 25.000 gulden, moest ik toen afrekenen. En 3 dagen later stond er een vrachtwagen bij mij voor de deur. En die zette een mengtafel neer. Die was, ongeveer 3 keer zo groot als deze. En 2 Akai samplers erbij. En nog wat geluidsmodules. Maar natuurlijk begon niet wetende hoe dat allemaal werkte. Dus ik heb al 3 dagen over gedaan voordat ik überhaupt een Lambia kreeg. En toen zijn we eigenlijk een beetje begonnen met produceren. Omdat wij toen de tijd toch het idee hadden van, nou, je moet een eentje hebben, want anders word je niet geboekt. En dus toen is eigenlijk deze vriend ontstaan. Ik kwam in contact met Giant Edo van ETL. En die vond het een hele leuke track en die wou me uitbrengen. Alleen ja, we hadden geen label. Ik had er eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Hoe moet dat eruit zien en hoe gaan we dat doen? En ik wist bijvoorbeeld niet hoe dat allemaal werkte. Dus Giant die heeft de track opgepakt, heeft hem laten persen. Toen kwamen we 1500 plaatjes, weet ik nog, vanuit uit België. Zonder hoes, zonder niks, want we hadden dat nog, had ik nog helemaal niet over nagedacht. Dus toen heb ik mijn collega's opgebeld van Rotterdam Telecom. Ik zei, ik heb een logootje nodig. Oh, ik heb een logootje nodig. En het lijkt me leuk. Een Aussie, kamervoetje, Nike-schoentjes aan, een paar boxhandschoentjes. En dan laten we mee beginnen. En ik had toen de afscheiding Hardcore en Mellow en Happy. En nou, zoals jullie wel weten, mijn muziek is een klein beetje duisterder als, als dat van de Pango Records of zo, of dat soort woorden. Dus ja, Happy Clappers, dus eigenlijk een verwijzing naar de Happy Hardcore, hè, dat voor mij toen de tijd bullshit was. Staat er ook onder, Fuck You, dat is altijd wel gebleven, hè, maar in de grootste hit is het de Fuck You Man. Dat is ook een titel die ik ook wel heel vaak naar mijn hoofd gegooid krijg van, hey, de Fuck You Man. Zo word ik ook wel genoemd door mensen in het circuit. En eigenlijk op elke plaats van mij komt dat wel een keertje terug. Dat woord fuck you of fuck of in welke vorm dan ook. Schijnbaar vonden we dat een heel interessant woord destijds. Maar dit is dus eigenlijk mijn eerste release geweest. En als ik die ook terug hoor, ook bijvoorbeeld op de achterkant hoe die afgemixt is. Dan denk je ook bij je eigen van Jezus Christus. Hoe hebben we dat ooit kunnen doen? Of hoe hebben we dat ooit gedaan? Omdat we waren natuurlijk vrij beperkt. Ik weet nog dat we het... Het maakte met een Atari computer, een Atari volgens mij 1040 ST, als ik het helemaal goed heb. En dus we waren natuurlijk heel erg beperkt met de middelen die we hadden. En ik had wel een hele uitgebreide studio, waar in principe Lionel Richie een opname zou kunnen maken. Alleen ik had totaal geen know-how hoe het allemaal werkte, dus ik ben gewoon begonnen. En daar zijn toen deze, even kijken, 5 tracks uitgekomen. En, ja, ik had altijd één favoriete track en dat was van Mark, van PCP, The Lost. En daar heb ik zomaar even een remix van gemaakt, omdat ik dat leuk vond om een iets snellere versie daarvan te hebben als ik kan draaien. Maar die heeft de Giant Edo opgepakt en uitgebracht, op vinyl gezet. En dat was eigenlijk mijn eerste release. En daarna heb ik nog 70 releases gedaan. Fiction is eigenlijk een heel verhaal. Fiction is niet alleen maar een plaatje en een track en een hoes. Het fiction gebeuren is eigenlijk bijna een soort van tekenfilm. Elk artiest op fiction heeft ook een eigen poppetje. Al die poppetjes bij elkaar maakt weer een viertal en dat is The Army of Darkness, waaronder ik vaak die naam vaak gebruikt heb om remixen te maken. Maar eigenlijk is het allemaal om één pot nat. Zowel als DJ Evers, The Brutalist, Tulsa Doom. Zo zijn er nog meer namen die ik heb moeten verzinnen. Omdat we dus gewoon bij verschillende platenmaatschappijen muziek maakten. En omdat het mij echt alleen maar om de muziek ging. Want ik heb eigenlijk nooit gekeken naar de uitbetalingen van buurbestemmeren. Ik vond het alleen leuk als ik de afschriften kreeg en ik zag dat ergens in Thailand een cd of een plaat verkocht was.
dat gaf me gewoon een goed gevoel. Dus de centjes, ik weet het niet. Ik keek er ook nooit naar. Mijn vrouw deed altijd het financiële gedeelte. Als ik maar wat geld in mijn zak had om wat te drinken te kopen onderweg. Als we naar boeking waren en een pak sigaretten te kunnen kopen. En dan was het voor mij wel goed. Dus het ging maar nooit om het geld. En dus fixie is ook echt een dingetje geweest van mij en Giant. Giant kwam met het idee om 10 inches te laten drukken. En ze allemaal in verschillende kleuren. Want schijnbaar kostte dat niks meer als dat je een 12 inch draait. Omdat je natuurlijk minder vinyl gebruikt. Voor hetzelfde geld konden we ook wat wisselen met kleuren. Maar dat gaf natuurlijk Fix helemaal een leuke draai. Hè? Want we hebben van allerlei kleurtjes daarin gehad. Een lichtblauw. We hebben hier een groene. Daar hebben we een donkerblauwe. En we hebben roze. We hebben doorzichtige. Is er ook nog. Heb ik ook een keer gezien. En het hele verhaal van Fix. Wat ik net al zei. Is net een soort met van stripverhaal. Ze hebben allemaal wel ergens een contact met elkaar. Ook de subartiesten die later op het label verschenen zijn. Zoals Don Diablo. En The Raven. En eigenlijk is het hele spel één groot stripverhaal. Dus het is niet alleen maar het hoesje of het plaatje of de track die je ziet. Het is echt een heel verhaal wat er achter zit. Dus er zit echt heel veel van mijzelf in. Helaas is mijn laatste Fix 11 geweest. Move to Madness. Het was de Fix met de witte, volgens mij de witte. En daar is het voor mij toe gestopt. Daarna zijn er nog wat Fixen gekomen. Ik geloof dat we tot Fix 15 zijn gekomen of zo. Geloof ik die jongens van Zandtrex. Heeft daar ook nog wat tracks op gemaakt. Ik heb een leuke verrassing. We zijn bezig met wat projecten. En we willen eigenlijk Fix weer een nieuw leven in gaan blazen. Dus hou jullie eigenlijk maar vast. Want er gaat dadelijk een nieuwe Fix komen. Fix met 3X'en. Dus de triple X. Dat is een samenwerking met een goede vriend van mij. Omdat ik natuurlijk, wat ik al eerder aangegeven heb, heel weinig know-how heb van dit gedeelte. Heel veel van dit, maar van dit gedeelte wordt voor mij iets moeilijker. Ik ben ook een beetje de analoge man. En dat kan je ook wel leuk, dat is ook wel leuk om te vertellen. Dat als ik en Ralf bij elkaar zijn, dan zie je ook echt het verschil tussen de DJ en de producer. Want ik vind het veel belangrijker dat de plaat te draaien is. En niet dat er een heel wazig intro in zit. Dus dat de plaat goed in te mixen is. Dus er gaat een nieuwe Fix uitkomen binnenkort. We hebben natuurlijk een druk leven tegenwoordig. Hè? We hebben allemaal een vaste baan, gezin en kinderen. Dus het zal wel nog even gaan duren. Maar het begin is er. En we gaan het leuke ervan is dat we willen gaan beginnen met een remix pack van The Vacuum Man. En daarbij maken ik en Ralf, de Dark Creator, maken daarbij een remix. Ik heb een vraag gesteld, denk een uur geleden, aan een andere persoon, of die daar ook al mee wil gaan werken. Die was er ook heel erg enthousiast over. En dus er moet nog een vierde remix komen. Misschien gelijk een leuke oproep. Als iemand interesse heeft om een remix te gaan maken van The Funky Man, laten we even contact opnemen of iets dergelijks via Facebook of op een andere manier. En laten we eens gaan kijken of we tot 4 leuke tracks kunnen komen om dadelijk het label Fix weer een nieuw leven in te gaan blazen. Dat is eigenlijk wel waar we nu op dit moment mee bezig zijn. Ik ben ook blij dat ik weer terug ben in de muziek, zeg ik heel eerlijk. Vandaar ook het enthousiasme om mijn grote vriend meneer Fix weer tot leven te laten komen. Dus dat is eigenlijk een beetje de doelstelling voor de toekomst nu. En jij hebt echt heel veel aliassen. Ja. Army of Darkness, E-Rush, Edwin Robert, Cargon, Rush Corps, Stars and Fives DJ Team, Tulsa Doom, Without a Doubt. Hoe kom je aan al die alias? Wat was het idee daarachter? Ik maakte muziek met Happy Clappers, dat was mijn eigen labeltje. We hadden Fix Records. En omdat ik eerder al in dit verhaal ook vertelde dat we natuurlijk ook contact hadden met Midtown. Kreeg ik de vraag om muziek uit te gaan brengen bij Midtown. Met die vraag ging ik terug naar ETA.
naar Giant. Schijnbaar, in een heel ver verleden hebben deze twee mannen ooit een keer ergens woorden over gehad. Ik ga er verder niet op in. Dat is een heel apart verhaal, daar moet ik maar ook lekker verder niet mee. Want nogmaals, het gaat maar om de muziek en niet al het gauwe wat er allemaal omheen speelt. Dus dat laten we lekker leggen. Maar goed, die twee konden niet zo goed met elkaar door de bocht. Daar werd ik een beetje de dupe van. Dus er werd tegen mij gezegd van nou, ja, ik mag geen muziek uit gaan brengen voor Midtown. Vandaar dat Funky Man uitgebracht is onder Army of Darkness. Het leuke ervan was dat Army of Darkness lag niet vast. Toen nog. Dat is later wel vastgelegd toen. Bij, volgens mij, als ik het goed heb, Brutalist. Was de derde fix release, Incredible Bass. En toen hebben we bij 7 nog een keer de naam Brutalist gebruikt. Toen lag die, daarna is die wel vastgelegd, dus daarna kon ik er ook niet veel meer mee doen. Alleen de naam Army of Darkness. En bij fix is Army of Darkness eigenlijk, wat ik net al vertelde, de samenstelling Iris, Tulsadon, de Brutalist. Is eigenlijk die drie karikaturen, dat is eigenlijk het Army of Darkness. Dus daar is één alias. Cargon is weer een ander projectje geweest. Dat is een labeltje geweest, Royal Club. Ik kreeg de vraag om toch eens te proberen om wat trendsachtige muziek te gaan maken. Als je het ook hoort, dan hoor je ook wel dat niet zo gelukt is. Je bent toch een hardcore man en je gaat toch gauw een te harde bas erop zetten, of een te hard geluid, of een te harde klep, of het einde is net even iets anders dan de jongens in de trends circuit gewend zijn. Leuk probeerzetje, is ook leuk om een keertje eens een keer wat anders te maken. Alleen je merkt wel heel gauw dat het niet jouw dingetje is, dus dan gaan we er ook maar gauw mee stoppen. Maar dat is dus Cargon. Wat hebben we nog meer? Ruscorps is ook een leuk verhaal. Rotterdam Terrorcorps bracht toen een cd uit met allemaal remixen van Hardcore Slam. En ik kreeg de vraag om ook een remix te maken van Hardcore Slam. En ik kreeg een bandje met samples van MC Raw, van Ricky. En daar stonden samples bij die helemaal nog niet gebruikt waren in de originele versie van Hardcore Slam. Daar ben ik toen mee aan de gang gegaan. Maar ik moest voor die hele EP te maken, om het vinyl uit te kunnen brengen. Dat is deze. Moest ik natuurlijk meerdere nummers hebben als één, dus heel snel nog 4 nummers erbij gemaakt. Dat is het Ruscorp-verhaal. Hey, als je in 97, 98 een club binnenliep, of je liep op een houseparty of wat dan ook, dan stond jouw plaat altijd wel 1, 2 of 3 keer op een avond. Hij is gepest op de A2, op het vinyl. Ja. Had jij het succes verwacht, deze track? Ja, eigenlijk wel. Ik weet nog goed dat wij, ik zeg het ook wel eerlijk, ik krijg nu ook echt kippen wel vanaf mijn tenen tot aan mijn nek toe. Ik heb me eigenlijk nog herinneren, wij namen vroeger altijd, had je mini-discjes. En ik weet nog dat ik zo'n grote dat recorder mee liet beslepen altijd onder mijn. Want dan hadden we iets gemaakt in de studio en dan wouden we natuurlijk kijken of dat ook bij het publiek aansloeg. Dus ik trok mijn hele studio uit elkaar om dat recorder mee te nemen. En ik zeg het heel eerlijk, op het moment dat ik de Funky Man opzette, en volgens mij was dat de eerste keer in de Topa, in Gelderop, daarvan kreeg ik een reactie, die was eigenlijk, daar stonden mensen voor me, die begonnen gewoon, die begonnen gewoon te gillen en te roepen. Ik zeg het heel eerlijk, ik heb er nu echt moeite mee, want ik word een beetje emotioneel. Maar daarvan kun je eigenlijk al zien, dat zo'n track mensen raakt. Het is ook, dat probeer ik ook altijd in mijn tracks weg te leggen. Niet zomaar een track maken, maar echt proberen om een verhaal te maken. En als jij de Funky Man en ook bij Scream en ook bij de meeste fixen, als je die van het begin af aan hoort, er zit ook een hele opbouw in en dan breekt het af en dan gaat het nog een keer opbouwen. Vaak met lange breaks en lange intro's. En de Funky Man die heeft net het geluidje, het deuntje, wat de mensen echt aanspreekt en wat de mensen echt raakt. En ik heb het zelf ook nog steeds. Als ik hem opzet, ik denk dat ik hem nu al 1 miljoen keer heb gehoord onderaan.
dat deuntje, dat raakt me nog steeds. Het is nog steeds dat ik een kippenvel van krijg. En nog steeds, als ik die stem hoor, de fuck you man. Dat... Kijk, ik ben natuurlijk opgegroeid. Hè? Ik ben de leeftijd dat ik Scarface, die film, denk ik 180.000 keer gekeken heb toen in die tijd. Ik weet nog dat ik en mijn vriendjes ook nog een scène na hebben gespeeld van die film. Dat hadden we toen opgenomen met zijn grote Sony videocamera. Ik hoop nooit dat dat bandje ooit op internet komt te staan. Want ik denk dat jullie allemaal wel begrijpen welke scène dat geweest is. Maar goed, dat Scarface, dat zit er eigenlijk al vanaf. Daar ben je mee opgegroeid. Dat is een legende, dat is je jeugd. Hè? Dat is je jeugdheld. Tony Montana. Dus ja, logischerwijs dat je die shampoo ooit een keer gaat gebruiken. Hey, The Fuck You Man is een duistere plaat. Meerdere platen van jou zijn best wel duister. Ja. Waar kwam die inspiratie van? Heb je iets met horror of iets? Nee, helemaal niet. Nee. Ja, ik vind het wel leuk om een horrorfilm te kijken. Maar ik zeg wel eerlijk, het is nou niet dat ik helemaal in het duistere of de duivel aanbid. Of zoiets in die trend. Of dat wij hier samen zitten met een Ouija board of zo. Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon een normale jongen. Ik heb gewoon een normale vriendin. We hebben gewoon normale kinderen. Ja, niet met horretjes op de hoofd of weet ik wat. Nee, het is echt gewoon een bepaalde muzieksoort die mij heel erg aantrekt. Zeker omdat het ook leuk is om met zulke soort platen de intro's. Je haalt de geluiden vaak heel erg diep ergens vandaan. Die heel langzaam omhoog komen, gemixt met een ander geluid. Ja, dat is gewoon nog een denkende gevoelskwestie. Ja, aan welk optreden heb jij de leukste herinneringen? Ja, dat is natuurlijk de laatste Energie Hall geweest. Energie Hall Rotterdam, sowieso. Ik ben natuurlijk zelf een Rotterdammetje. En vroeger was dat ten aanzien. Als jij een Energie Hall had gedraaid, dan was hij de man. En meegereefd was natuurlijk het feest. Samen met de Nightmare in de Energie Hall. Dus voor mij was de meegereefd 98. Was voor mij het mooiste feest wat ik zelf ooit gedraaid heb. Ook omdat ik stond om... 11:15, na het Oud en Nieuw, het was oudjesavond. Voor mij was het lijfopleden van Rotterdam Terrorcorps. En ik mocht daarna het oppakken. Dus ja, het is natuurlijk niks makkelijker als na een lijfopleden. Van natuurlijk zo'n bekende formatie Rotterdam Terrorcorps. Ja, als jij daarna staat, dan is het publiek natuurlijk wel aardig voorverwarmd. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om het publiek daarna weer verder te trekken. Dus voor mijzelf, qua herinneringen, vind ik meegegeven. En... Ooit heb ik een keer gedraaid op een feest in Zwitserland, in Basel. En dat was ook weer heel erg indrukwekkend, maar dat kwam gewoon door het aantal mensen wat er stond. En het feit dat wij, ook al hebben ze nog geplaten horen draaien, als Nederlandse DJ in Zwitserland, daar kijken ze gewoon tegenop. Dus het is een hele andere beleving van die mensen naar de DJ's, als dat wat je hier in Nederland krijgt. Hier in Nederland stonden ze vaak te kijken hoe goed jouw mixer was. En dan als je 10 van die jongens bij je voor de boot staan en die stonden maar mee te kijken van oh, wat maakt een foutje. Maar daar is dat niet belangrijk. Daar is gewoon, je bent een Nederlandse DJ, je hebt aanzien. En ja, dat is gewoon een hele andere mentaliteit van feestvieren. Vond ik ook heel erg indrukwekkend. Maar het meeste wat mij bij is blijven hangen is 9789. Dat is mijn mooiste feest geweest. Tot nu toe. Je had het net over dat er nieuw fix materiaal aankomt. Kan je daar wat uitgebreider over vertellen? Ja. Wat zijn je plannen precies? Nou, we zijn bezig met een website, fix. We hebben hier al het hoofdje gezien. Ik mag het nog niet helemaal laten zien van Ralf. Anders kijk ik op de klote, want die is nog volop... Ralf is een perfectionist. Dus die wil zeker nog niet dat dit openbaar gemaakt wordt. Maar ik ga het lekker toch stiekem doen. Dus Ralf, als je meekijkt. Kijk, daar komen ze. We zijn allemaal weer karakters aan het zoeken, aan het plakken, aan het tekenen, aan het doen. DJ Iris, godzakken, die is zo breed geworden zeg. Volgens mij heb ik heel veel in de sportschool gelopen. Niet dus. Maar in ieder geval, dit zijn dus de aliasen dadelijk van de nieuwe fix. De brutalist. De Dark Creator, de nieuwste aanwinst van fix, let op. En DJ Iris. En deze moeten nog ingevuld worden. Dus we zijn nog op zoek. En vandaar dat we ook zeggen, jongens, probeer een leuke remix te maken van The Fuck You Man. Misschien kunnen we je daar nou wel ergens bij zetten.
De bedoeling is dat we dadelijk dus uitkomen met een nieuwe fix. En dat zal dan de fix XXX zijn, omdat we helemaal opnieuw gaan beginnen. En dan fix geschreven met 3 X'en achter elkaar. En waarom? Omdat we fix is doorgelopen tot nummer 16, geloof ik, of 17. Vanaf 11 heb ik er al niks meer mee te maken. Dus het klinkt voor mij ook niet logisch om dadelijk bij nummer 18 of nummer 17 verder te gaan. Dus we doen een stap terug. We gaan fix met 3 X'en. Wordt de eerste release. Daar komen 4 remixen op te staan van de Funky Man. Om natuurlijk ook een klein beetje de bekendheid weer terug te krijgen van allebei van het label en de track. Dus dat zit er allemaal aan te komen. Ik heb heel wat boekingen staan voor het komend jaar. Ik heb ook wel wat boekingen staan voor het volgend jaar. Dus opa Eros komt weer terug met zijn relator op het podium. Dus dat is ook iets wat je kan verwachten. De samenwerking met de Dark Creator, daar zullen we ook wat meer tracks van gaan releasen. Dus we zijn volop bezig om nieuwe dingen uit te gaan brengen. Alleen, vroeger zaten we 24 uur per dag, dat zullen jullie ook allemaal wel kunnen baan. Vroeger zaten we 24 uur per dag in de studio. En als ik nou langer dan 4 uur in de studio zit, dan wordt er op de deur geklopt omdat het eten klaar staat. Of dat de kinderen weg moeten. Of dat we op visite moeten. Dus onze tijd in de studio is wat spaarzamer geworden. Dus het gaat niet volgende week worden. Het zal ook niet volgende maand zijn. Maar ik ga jullie wel vertellen dat voor het eind van het jaar ligt er een nieuwe fix. En met 4 remixen van de Funky Man. Ik ga jou een hele gemene vraag stellen. Welke track van jezelf vind jij de beste? Ja, er zijn in principe 2 tracks die ik zelf natuurlijk, de Funky Man. En Scream vind ik zelf heel erg leuk. En, en waarom is die leuk? Het is ook een hele herkenbare track. De mensen die hem kennen, ik denk dat iedereen die hier naar kijkt hem wel kent. Dat gillende meisje. En dan zeker op een flinke party met wat flinke aantal speakers staan, dan gaat het echt wazzelig heen. Dus heel herkenbaar. Dat vind ik zelf wel een hele leuke track. En natuurlijk de Funky Man. En natuurlijk mijn allereerste track die uitgekomen is. Hè? Ik bedoel, ook al zou dat de slechtste van allemaal zijn, maar dat is je eerste track die uitkomt. Dus dat is je eerste kindje, om het zo maar te zeggen. Dus die 3 tracks ben ik zelf wel voor mezelf. Tracks voor mezelf vind ik dat de 3 leukste tracks die ik gemaakt. Met wie zou jij ooit nog muzikaal willen samenwerken? En je mag echt kiezen wie wil. Echt, dat maakt niet uit wie. Dan, Jantje Smit. Noem maar op. Nou, Zulie Oversland. Nee, Vroben. Nou, Zulie ook Oversland. En dan sta je thuis. Nee, kijk, weet je, het antwoord voor mij is heel simpel. En als jullie mijn muziek terugluisteren en je ziet het logootje van Fix, dan denk ik dat jullie allemaal wel weten welke kant ik op zou willen gaan. Ja, voor mij zou het ultieme zijn als Mark een keer mij op de telefoon zou hangen. En dan heb ik ook Mark Akalipeen, dat hij tegen mij zou zeggen: Ed, zullen wij samen eens een keer een duister track gemaakt? Dat zou mijn. Kijk, natuurlijk zijn er andere jongens waar ik ook heel graag mee samenwerk. Ik bedoel, zoals Steve Dargreven vind ik ook een fantastische man. Daar heb ik ook heel veel lol mee gehad. Lady Dana, daar heb ik ook in die tijd heel veel lol mee gehad. DJ M vanuit de Goldfinger, daar zou ik ook wel eens een keer mee samen willen werken. DJ Rob, Paul, jongens van Shadowland, JDA. Maar als je echt aan mij zou vragen, Ed, wat is jouw ultieme samenwerking? Dan moet ik echt tegen jou wel zeggen, dan gaan we terugvallen op PSP. En dan komen we bij Mark uit. En Mark is toch wel een bepaald persoon waar ik... niet dat het mijn superheld is of zo. Ik bedoel, dat heb je als je heel klein bent, dan kijk je ergens tegenop. Maar gewoon de man zelf, de muziek die hij maakt. Het duisteren wat daar ook in zit, in zijn tracks. Ik denk ook dat hetzelfde duister is wat ik zelf ook voel van binnen. Daar zou ik wel heel graag iets samen mee willen maken. En, dus ik zal op mijn telefoon blijven kijken, Mark, totdat je me een keer gaat bellen en me een keer gaat uitnodigen om een keer samen te gaan werken. Dat zou voor mij de ultieme samenwerking zijn. Nou, jij snapt natuurlijk wel wat ik ga doen straks, hè? Gelijk een mailtje sturen. Wat vind jij de beste hardcore plaat ooit gemaakt? Ja, kom weer terug op hetzelfde. Apocalypse Now. Volgens mij is dat de Lost 10. Lost 10. Dat Lost 10 wordt net dus die 2 jaar wel eens door elkaar.
Toen jij binnenkwam, stond dat ook op, hè? De Lost 9. Daarna ook de Lost 10. Ja, dat is toch voor mij die sound is voor mij, niet alleen voor mij, maar ook voor Fix, is dat gewoon de... Ja, daar is mee begonnen, daar is mee geboren, zeg maar. En, we gaan nog veel verder terug, ook het label Lost van PCP. We hebben nog meer van dat soort nummers. Dat is ook wel leuk. Ook wel leuk om te vertellen. Vroeger kon ik de titels kon ik nog. En tenminste, de titels kon ik niet onthouden. En we hadden dan bijvoorbeeld twee platenkoffers bij. En ik herkende mijn platen echt alleen maar aan de hoezen. En niet aan de titels. En wat ik bijvoorbeeld van die plaat weet, en die plaat draai ik ook nu nog steeds. En dat was een zwarte plaat met een groene paddenstoel erop. En ik heb er nou gewoon niet opkomen hoe die plaat heet. Zou ik even stiekem moeten gaan kijken, maar dat doen we nou niet, dat doen we al een keer wel. Maar dat vind ik ook een waanzinnige plaat. Het label Viskov, daar staan ook sommige tracks op die mij heel erg trekken. Nou raak ik toch kijken, want nou wil ik het weten. Het is de Hunter, bedoel je? Ja, de Hunter, dankjewel. Ik kwam er voor, joh. Dankjewel. De Hunter, ja, nee, inderdaad, dat vind ik ook, ook, dat zit ook weer in die stijl. Ook weer zo'nzelfde bas. Ja, natuurlijk Dr. Macabre, de Ghost Town track. Ja, dat zijn toch wel de tracks waarvan ik zelf zoiets heb van... dat zijn de tracks die mij wil doen, waarvan ik kippenvel krijg, waarvan ik blij word. En kijk, nogmaals, een track zoals Ecstasy Love van Busfus vind ik ook een hele mooie track, hoor. Zeg ik heel eerlijk. Die draai ik ook heel vaak in mijn set, omdat ik de aanloop van die track vind ik best makkelijk in te mixen. Dat is ook belangrijk. Die wel. Ja, die is heel makkelijk in te mixen. Die is makkelijker in te mixen dan de fucking ben. Ja, daar moet ik helemaal gelijk in geven. Maar dat is ook een hele lekkere track. Alleen, als je dan echt persoonlijk aan mij zou vragen van, Etje, wat vind jij lekker? Dan val ik terug op het PCP gebeuren en de Lost 9 en de Lost 10 en de Hunter, dat soort muziek. Dat woord fuck you wordt zo vaak gebruikt worden dat mensen me ook echt aanzien als ik een fuck you ben. Laatst zei ik tegen mijn vriendin ook, nou ja, mazzel, hè? Met je vriend de fuck you man. Want you have fucked the fuck you man, zeg maar. Laat ze maar niet horen. Nou, ja, volgens mij krijgt de hond eten. Ik weet het niet. Zullen we zo kijken?